Dit is het verhaal van een jongeman die vele jaren onschuldig in de gevangenis heeft doorgebracht en door de kortzichtigheid van veel mensen alles verloor wat hem zo dierbaar was. Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan? Waarom wil men niet geloven dat ik niets heb misdaan? Het was die avond stil op straat, in een steeg achter een poort lag een meisje. Ik knielde bij haar neer om te helpen. Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs. Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan? Waarom wil men niet geloven dat ik niets heb misdaan? Maar ook mijn meisje liet mij in de steek. Slechts eenmaal kwam ze naar me toe om voorgoed afscheid te nemen. Ze gaf me de ring die ik haar had gegeven en kreeg voor het laatst nog een zoen. Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan? Waarom wil men niet geloven dat ik niets heb misdaan? Waarom moet ik nu lijden voor iets wat een ander heeft gedaan? Waarom wil men niet geloven dat ik niets heb misdaan?